liedje van ze. Naast mij zit Patsy en zij is onze gast omdat ze bereid is om te vertellen wat haar leven beheerst. Ze hoort stemmen. En in Nederland zouden er ongeveer tussen de 12.000 en de 20.000 mensen zijn die stemmen horen en die daaronder lijden. Want ik denk dat je dat wel kan zeggen, hè? Dat je daaronder lijdt. Kan je uitleggen wat dat is, stemmen horen? Wat dat is? Ik begrijp je vraag niet erg goed. Nou, wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Ik hoor stemmen in mijn hoofd die me heel duidelijk opdrachten geven, verboden geven. Die stemmen zijn zo duidelijk dat ze de dingen die ik omheen hoor, zoals jou, zoals geluiden op straat, zelfs overtreffen in intensiteit. Heb je dat altijd al gehad? Nee. Voor zover ik me kan herinneren, heb ik dat vanaf mijn 15e. Ja. Toen zat je nog gewoon op school, zeker? Toen zat ik nog gewoon op school. Maar verder heb je ook nog op school gezeten? Ik bedoel, je hebt daarmee gewoon kunnen leren? Ja. Met horten en stoten, ja. Maar dat is wel gelukt. Maar in de loop der jaren is de intensiteit van de stemmen toegenomen. Toen ik klein was, toen ik jong was, kon ik ze zelf nog oproepen en wegsturen. Maar in de loop der jaren zijn ze me steeds meer gaan overheersen en heb ik dat zelf niet meer in de hand. Hoeveel stemmen zijn het? Het zijn er ongeveer 20. Dat weet je, omdat het altijd dezelfde 20 zijn? Het zijn altijd zijn? Dezelfde, ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Kan jij je er iets bij voorstellen? Hebben die stemmen gezichten? Zijn dat mensen of het... Wie zijn het? Nou, het zijn geen stemmen van mensen die ik ken of van overledenen die ik zou kunnen kennen. Het zijn stemmen die ik wel herken, omdat ik ze al zoveel jaren hoor. Dus ze hebben een eigen intonatie en een eigen stemgeluid. En zijn ze aardig voor je of is het alleen maar zo dat ze je dingen verbieden? Ze waren aardig voor me in het begin, toen ik ze pas hoorde. Ja. Ze beschermden me tegen ruzies thuis en op school. Als er situaties waren waarin ik me niet erg prettig voelde, dan schermden ze me daarvoor af. Ze hielden me dan bezig met conversaties en met grapjes. En zorgden ervoor dat ik al die onaangename dingen om me heen niet hoorde. Ja, dus toen was het eigenlijk wel plezierig. Toen was het heel plezierig, ja. En ik had ook hele conversaties met ze onder de douche en op de fiets naar school. Ze reageren ook op wat jij terugzegt of terugdenkt? Wat bedoel je daarmee? Praat je met die stemmen? Ja, ik praat wel met ze, maar ik krijg zelden antwoord als ik ze iets vraag. Ja, ze geven alleen jou maar bevelen. De laatste jaren wel, ja. En gehoorzaam je die stemmen altijd? Ze zijn zo dwingend dat ik er niet onderuit kan om ze te gehoorzamen, ja. Wat verbieden ze je allemaal? Dat wordt steeds meer. Ze hebben me verboden om uit te gaan. Ze verbieden vaak bezoek te ontvangen. Ze laten niet toe dat ik de deur open doe als er onverwacht gebeld wordt. Ik mag niet meer naar dingen toe die ik graag doe, zoals zangles en repetitie van een koor, kamerkoor waar ik graag bij zong. Sport mag ik niet meer. Mijn werk hebben ze verpest. Een hele hoop vriendschappen zijn eraan ten onder gegaan en ook verhoudingen zijn er op stuk gelopen, omdat ze me dat allemaal verboden of het zo belachelijk maakten dat het voor mij onaangenaam was om daarmee door te gaan. Heb je wel eens geprobeerd om niet te doen wat ze zeiden? Ik heb het wel geprobeerd, maar de straffen die ze me opleggen zijn zo vervelend dat... Wat zijn het dan voor straffen? De straffen bestaan uit of een ontzettend veel kabaal maken. Zodanig dat ik alles wat er om me heen gebeurt niet meer kan horen. Of nauwelijks meer kan horen. Of de zaken zo vreselijk belachelijk en te maken en
af te kraken, dat ik er zelf ook geen plezier meer in heb. Of soms gaan ze zo ver dat ze me dingen laten doen die ik zelf niet meer in de hand heb. Zoals? Zoals mezelf schade toebrengen. Pijn doen? Pijn doen, armen opensnijden, dat soort dingen. Maar als je je armen opensnijdt en je doet het goed, dan ga je dood. Ja, blijkbaar heb ik het niet goed genoeg gedaan. Nee, maar zeggen die stemmen dan van hou op, want dit gaat te ver, of je moet nu toch iemand waarschuwen? Nee, ik denk dat er een deel van mezelf dan nog is wat dat tegenhoudt. Ja. Ik krijg dan de opdracht van de stemmen om dat soort dingen te doen. Maar het is dan net of ze me overnemen in mijn handelen. En daar kan ik verder niet zoveel aan doen. Ja. Als er nou, ik zeg iets heel naïefs. Als er nou eens iemand steeds bij je zou zijn en die zou zeggen, er kan jou niks gebeuren. Want ik ben bij je en nu doe je waar je zelf zin in hebt. En ik ben heel erg lief voor je. En je zal zien, er gebeurt niks vreselijks. Wat dan? Ja, ja wat dan? Ja. Nou, ik denk dat de opdrachten die ik van de stemmen krijg toch sterker zullen zijn. Toch dwingender. Ja. Je zegt, het kost ook vriendschap, hè? Ja. Zei je net. Die vriendschappen die het je kost, weten die mensen waarom je die vriendschap moet beëindigen? Nee, er zijn maar een paar mensen die daarvan weten. Ja. Maar meestal durf ik het niet te zeggen, omdat ik er heel vervelende reacties op krijg. Ja. Hoe doe je dat dan als je van een vriendschap die je zelf heel aardig vindt, van de stemmen, als je daarvan die stemmen een eind aan moet maken? Dat laat ik min of meer doodbloeden, of ik los het op door allerlei smoesen op te hangen waarom ik niet kan komen of waarom ik afspraken moet afzeggen. En dan langzaam laten mensen ook niks meer van zich horen. Ja. Zo gaat het. Ja, zo gaat het. Ja. Verliefdheden mogen ook niet meer? Nee, die lopen meestal ook stuk op die manier. Op een gegeven moment krijg ik de opdracht van de stemmen om daarmee op te houden. En dat doe ik dan. Of ze maken die geliefde op dat moment zo volkomen belachelijk dat ik daar ook niet mee door kan gaan. Hoor je ze nu ook? Ja, ik hoor ze altijd. Wat zeggen ze nu tegen? Er is een verbod om daar niet over te praten. Ik mag niet letterlijk zeggen wat ze tegen me zeggen. Maar ik kan wel de teneur weergeven. Probeer het eens. Meestal is de teneur de laatste jaren heel negatief. Hun belangrijkste wapen is om mij volkomen belachelijk te maken. En ook datgene waar ik over praat en met wie ik praat. Maar wat ze nu tegen je zeggen, mag je ook niet hardop zeggen. Nee, nee. Helaas kan ik je dat niet vertellen. Heb jij een idee waarom een aantal mensen dat wel heeft en heel veel mensen dat niet hebben en zich er ook niets bij kunnen voorstellen? Nee, ik heb geen idee, want voor mij is het zo reëel. De wereld van de stemmen is voor mij reëler dan de wereld die daar omheen is, die wij allemaal samen waarnemen. Dus ik weet niet hoe het is om te leven zonder stemmen. Nee. Je doet er wel iets aan om er af te komen, hè? Ik probeer het, ja. Je praat met professor Romme. Ja. En wij hebben professor Romme ook uitgenodigd. Goedenavond. Wij hebben u uitgenodigd, professor Romme, moet ik zeggen, tegen u is psychiater, is hoogleraar sociale psychiatrie aan de Universiteit van Maastricht. Wij hebben u uitgenodigd op uw verzoek en ik zal u, we zullen het er zo over hebben waarom dat is. Maar eerst, op welke manier kunt u Patsy helpen? Kunt u er helpen trouwens? Ja, echt helpen dat de stemmen weggaan, dat heeft de psychiatrie niet te leveren. Dat is jammer, maar dat is dus onmogelijk. Dat wil zeggen, er is heel veel theorie en heel veel gedachten, maar als je het allemaal optelt, dan is het resultaat wat het weggaan van de stemmen betreft niet heel. En als je de medicijnen tegen moet geven, geef je zoveel dan dat feitelijk
het hele denken alleen maar zo versult, zoals je zelf zegt. Het is een zombie worden daarvan. Dus ja. Dat is dan, ja, dan is het eigenlijk toch de therapie ook erger dan de kwaal. Ja. Voor de van Betty is het nadat ze tamelijk toch, ondanks dat het vrij sombere aangelegenheid is natuurlijk om zo indringend bezig gehouden te worden, ja, toch aanzienlijk pittiger is dan een hele hoop mensen die uiteindelijk zich er hebben zo laten ondergraven dat ze in het psychiatrisch ziekenhuis verblijven en weinig eigen instellingen. Maar hoe kan je... Maar wat we wel kunnen doen... Ja, sorry, daar heb ik gelijk aan. Nee, dat is een stuk van de werkelijkheid natuurlijk. Ja. Het scheelt wel in de mate waarin je je eronder laat werken. Dat heeft in haar leven gescheeld. En dat scheelt tussen de een en de ander ook die met die stemmen omgaan. En daar zijn invloeden op. Daar helpen de medicijnen wel een stuk bij, mits je ook... Wat het met Patsy samen doet, is gewoon dat ze zelf ook uitvindt waar het wel en niet tegen helpt. Zodat ze een beetje zelf die boel kan gebruiken, in plaats van dat het alleen maar down maakt. En twee, een redelijke dagstructuur. Dus in die zin een werk, een bezigheid. Ik heb een andere patiënt die heeft een vriendin. Maar als het haar te dol wordt, die is getrouwd, heeft kinderen en die gaat naar die vriendin toe. Er is ook een jongen, die heeft daar wel over geschreven, die heeft dus een discussie opgezet. Een ander meisje heeft het meer georganiseerd in bepaalde terreinen. Ja. Waar ze zegt, ja, dat is eigenlijk toch niet van deze God. En op die manier zijn er dus een aantal manieren om ermee om te gaan. Maar een behoorlijke dagstructuur, zodat je wat echt bezigheden hebt waar je alle concentratie op kan doen, helpt gewoon. Ja, mag jij trouwens van je stemmen wel naar professor Romme toe? Nou, dat gaf in het begin wel wat moeilijkheden, ja. Maar toen geloofde ik ook niet. En dat is een heel belangrijk punt. Dat heeft heel lang geduurd, ja. Maar meneer Romme, was het voor u nou makkelijk om aan te nemen dat iemand stemmen hoort? Nee, ik denk dat het erg moeilijk is. Je kunt natuurlijk wel vriendelijk zeggen, nou, het is goed, hè. Ik bedoel, zogenaamde repressieve tolerantie. Maar het is verdomd moeilijk om iets te accepteren wat je eigenlijk niet begrijpen kan. Ja. En ik denk dat dat bijna een jaar heeft gekost. Wij worden in de psychiatrie ook een tikkeltje opgevoed van vriendelijk blijven, maar het is pathologie. Ja. En ik denk langzamerhand inderdaad, dat heeft ze mij ook een tikkeltje zelf geleerd. Een simpele vergelijking is ook dat je zegt, ja... Je gelooft in God die je nooit ziet en hoort. En waarom geloof je dan niet in mijn stemmen die ik wel hoor? Die ook heel indringend gewoon in de... Maar is het nou niet... Ja, ik kan dat toch niet laten. Nee. En, is het nou... Niet te verklaren, die stemmen die Patsy hoort, doordat je eigenlijk, of zij dan eigenlijk, of die mensen die dat hebben, dat je eigenlijk jezelf wil straffen, of doordat je zelf eigenlijk iets niet wil doen, en het dan buitengewoon plezierig is als stemmen tegen je zeggen, het mag niet, want dan hoef je namelijk niet. Nou, dat klopt niet helemaal, want anders zou ik nooit die dingen laten die ik eigenlijk wel graag zou willen doen. Ja, bovendien, ik moet eerlijk zeggen, er zijn... Ik denk de bachelier uit Leuven, die heeft zo'n 150 theorieën bij elkaar opgescharreld die er in de wereld te koop zijn om dit fenomeen te verklaren. Dat is te veel, om uit te kiezen. Kijk, en niet alleen te veel, want op zich is dat nog geen ramp. Als er nou iets uitkwam wat hielp, dan zou ik zeggen, oké, nou later. Ik bedoel, het is altijd een ontwikkeling, kost tijd, weet ik wat, maar het helpt niet. Het meest bevredigd zijn de psychiaters, maar eigenlijk niet. Ik heb aan het begin gezegd, omdat ik dat van u had gehoord, dat er tussen de 15.000 en 20.000 mensen zijn die stemmen horen. Dat is... nogal wat. En die mensen kunnen dan functioneren gewoon in het dagelijks leven? Nou, dat wil zeggen, die getallen zijn natuurlijk toch moeizaam te berekenen. Ja. Want dat is één. Maar het is... En ik wou daar maar niet te veel op ingaan, want dan gaan we zitten rekensommen. En dan raak ik er zeker zo weer ook in de war. Nee. Dat wordt niks. Veel. Maar, veel. Ja. Nou, een aantal mensen die dus zoals Patsy, en die kan er dan nog redelijk mee omgaan in de gemiddelde, maar een hele aantal die kunnen er helemaal niet mee omgaan. Maar we weten dat er ongeveer een vijfde van die mensen wel mee kunnen omgaan. En die hebben ook een enkele keer laatst een interview, ik zal geen naam noemen, van een artiest uit Nederland, die dan ook heel duidelijk zegt dat die stemhoor opdrachten geeft, maar die bijvoorbeeld het anders benoemt, als mediatiek noemt. Het blijkt ook dat de mate waarin mensen het kunnen organiseren, dat scheelt ook een stuk. Ja. En een van de redenen waarom we hier komen, is eigenlijk het feit dat ik wou, en dat hebben we Betsy en ik uitvoerig overlegd, een congres organiseren voor de mensen die stemmen horen. En daarvoor hebben we eigenlijk ook graag contact met die mensen die er wel mee hebben leren omgaan. Die dus ergens toch zoveel afstand hebben kunnen bouwen ten opzichte van die stemmen,
dat ze ze eer gebruiken, zoals zij in het begin, en niet alleen door overheerst worden. Ja. Want anders heeft, denk ik, zo'n congres geen zin. De psychiatrie heeft te weinig te bieden op dat punt. Dus het zou fijn zijn als je contact kon komen met die mensen die wel aan de anderen kunnen leren. Nou, het heeft me wel moeilijk gekost, maar op die of die manier, en zo zullen er wel verschillende manieren zijn om dat onderling met elkaar te kunnen uitdoen. Nou, dat is de reden dat u hier zit. Dat is ook de reden dat Patsy hier zit. Ik zal zo zeggen wat wij daar aan proberen te doen. Maar nog één vraag die mij te binnen schiet. Hoe moet dat aflopen met jou? Ik bedoel, waar gaat dit naartoe? Als je niks meer mag. Nou, het lijkt erop dat ik op een gegeven moment, daar ben ik zelf bang voor, dat ik eindig in een leven waarin ik alleen maar in een stoel thuis zit, niets meer mag, geen contacten meer mag onderhouden en verder niets meer doe. En dan helemaal tegen de muren opvlieg van eenzaamheid of isolement. Daar ben ik bang voor, ja. Want daar gaat het steeds meer op lijken. Nou, dat komt dus nu dat congres waar u het over hebt. Ja, dat is niet mis wat je nou zegt. Mensen die stemmen horen, die bij dat congres willen zijn. Trouwens ook mensen die dat eventueel niet willen, maar die ook stemmen horen en daarover willen praten. Dat kan. Dan kunt u bellen met Correlatie. Ik geef u daarvan een telefoonnummer, Correlatie in Utrecht. Utrecht is 030 en het nummer van Correlatie is 331-335. Daar kunt u dus vanavond mee bellen, maar ook elke andere dag gewoon in werktijden. En dan moet u maar zeggen of u wel of niet geïnteresseerd bent in dat congres. En dan krijgt u via professor Romme daar gegevens over. Ik dank u allebei hartelijk voor het gesprek en ik wens jou alle goeds. Merci. En